President Desiree Bouterse heeft afgelopen zaterdag de lockdownmaatregelen versoepeld. Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden. Echter blijven bepaalde sectoren gesloten. De avondklok geldt weer van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. De president zegt dat bij elke maatregel de algehele hygiëne-voorzorgsmaatregelen blijven gelden. De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek. Te weten, hotels, casino's, gebedshuizen, overdekte groente, fruit, vlees en vismarkten, bordelen, bars. Maatregel 3. Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd, zal men de algehele hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden. Maatregel 4. Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk. Maatregel 5. Bewoners van bejaarde en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen, met dien verstande dat elke bewoner slechts één bezoeker per dag mag ontvangen. Maatregel 6. Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan. De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. De president geeft aan dat sociaal-maatschappelijk er veel weerstand is gekomen tegen de full lockdown maatregelen. Op de tijdstippen waar wij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, was er doorgaans een grotere toeloop van personen waar te nemen. De situatie van total lockdown heeft bij de samenleving een gevoel van onnodig ongemak teweeggebracht. In het bijzonder bij slecht en klein behuisde gezinnen manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten. President Desiree Bouterse, hij heeft afgelopen zaterdag versoepeling van de full lockdown maatregelen aangekondigd. Bouterse benadrukte dat de landsgrenzen wel gesloten blijven en dat de operatie Dringdresi Waktisiki wordt gecontinueerd.